Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Rozenaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie avontuurlijk ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Kopbal Rasevic, maar nu Benjamin Roemillon. Samen met Cloud komt er als winnaar uit. Maar Benjamin Roemillon, daar ben je niet zomaar vanaf. Die gaat daar prachtig door in zijn eentje en hij scoort! Benjamin Roemillon. Wat doet hij dat goed? Je bent nooit van hem af als verdediger zijnde. Dan denk je, ah, ik heb de bal onder controle. Nee hoor, daar komt die kleine huismus. Komt die bal, tweede paal. Prima beweging daar. Het is gewoon de lat. Goed gelezen. Joran van Zanten. Benjamin Roemillon. Precies op tijd gestart. Olivier Pilon. Olivier Pilon. Hij schiet. Maar hele goede actie van de keeper. Blokkeert toch nog even. Net op tijd die bal. Corner. Oktay Öztürk. Maar oh, bal kan worden weggewerkt. Tussen de linies. Goed. Prima paas. Koen Vloedgraven. Op Frank van den Burgh. Kan doorgaan. Oh, maar deze is net iets te druistig voorgezet. Door Frank van den Burgh. Eigenlijk door de snelheid die hij had. Gokte hij erop dat de bal... of nee, hij gokte niet. Maar daardoor kreeg de bal eigenlijk vanzelf te veel snelheid. Roemillon. Öztürk. Prachtig gepoord. En daar is Olivier Pilon, de topscorer van de derde divisie, voor zijn 22e. Prima paas van Oktay Öztürk. En als je dan ook nog die tegenstander poort, ja, dan ben je een heel gelukkig man. Tot nog toe Soefian Moro zeer goed vervangen. Prachtige beweging. Dennis Hollaar, wat doe je dat? Fantastisch mooi. En daar gaat hij weer. Olivier Pilon met zijn tweede en dus zijn 23e. Maar het doelpunt is zeker voor de helft ook op konto te schrijven van Dennis Hollaar. Hollaar. Dennis Hollaar, die daar toch even een foutje maakt. En dan prachtige... ja, en daar toch een doelpunt voor Achilles. Jammer voor Dennis. Heb je zo'n enorme actie. En maakt hij daar verdedigend toch één klein foutje. Joran van Zanten. Lars Dekker. Van Zanten. Even weinig vrije mannen te vinden. Doordat Achilles ook dat risico neemt. Maar kijk, dan krijg je dus dit. Benjamin Roemillon. Wat gaat hij doen? Ja hoor! Dat is hem weer. Benjamin Roemillon. Wat doet hij dat knap. En dit is het risico wat Achilles nam. Goed werk weer van Joran van Zanten. Nu is misschien het moment. Benjamin Roemillon. Ja, toch Benjamin Roemillon. In tweede instantie. Vanuit de rebound. In eerste instantie natuurlijk een prima redding van de keeper Mike Houtmeijer van Achilles. Maar Benjamin Roemillon tekent zijn derde treffer aan. Prima. Mooi gewacht. En precies op tijd gegeven Dennis Hollaar. Roland de Vries kan door. Zet de bal voor. En ja, daar is hij. De nummer 4 van Benjamin Roemillon. Het was allemaal maar net. Het paste allemaal maar net. En de scheidsrechter, laat ik hem ook weer eens even noemen. De heer B. Sahiner. Die maakt een eind aan deze wedstrijd. DVS 33 boekt een soevereine 1-6 overwinning in Groesbeek. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Rozenaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie avontuurlijk ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.